geen titel. Hoe vaag zijn onze idealen nu? De labels voor de toekomst hangen als dure prijskaartjes aan kleren in een fashion shop. Onbetaalbaar, maar tentoongespreid. Kabouters hebben lange baarden en een goed salaris. Vragen worden uitgelachen in de klas. Meelevendheid is een vreemde hobby die gesubsidieerd wordt. En iedere 4 jaar verwisselt de keizer van kleren. Gewennig zitten we te kletsen over de verschillende diverse aspecten van het sociale burgercontract, waarin de ene mens de ander niet herkent. Laat ons maar in ruiten liggen en onze straat doen voelen ademen. Steek de brug in de hens, laat alles van waarde kapot gaan. Breng tot ontspringen wat eerst nog op zijn kop langzaam door je onderbuik krult. Laat het daar niet meer bestaan, laat het de vrije loop. Zeg tegen elkaar, dit kan niet. Geef het onmogelijke weer een naam. Laat het leven gillen, geuren, gapen, onwennig van zichzelf. Laat ze met hun helmen de borden voor hun kop hun eigen klappen voelen. Maar laat het even over je heen komen en niet direct meestromen. Laten we aan ideeën weer vreugde beleven, woedend worden en tegenstreven. Geschreven naar aanleiding van de ontruiming van de schoolstraat. Waarschijnlijk zijn een aantal van jullie in ieder geval wel geweest op de schoolstraat. De schoolstraat was een straat die is ontruimd. Het is jarenloos verkrot geweest. Vervolgens heeft Eigen Haard het doelbewust laten verkrotten, omdat er namelijk een sociale woonbestemming op bestond en een monumentenvergunning. En wat Eigen Haard heeft gedaan is net zo lang laten verkrotten. Tot ze zeiden, ja, maar de panden zijn in zulke slechte staat. We moeten wel structureel onderhoud aan die panden doen. En dan moeten ze dus ook uit het sociale woningbouwbestand ontrokken worden. De halve straat was gekraakt en allemaal ontruimd. Ontruiming. Het meubilair wordt van straat weer naar binnen geflikkerd. De huiskamer blijft staan waar ze stond. Een kat in nood maakt gekke sprongen. Ik hoor ze zagen door het plafond. Een vluchtweg naar de zolder maken. Aan de orde is de orde en hun misdaad. Eigen Haard heeft eigen arrestatiebusjes. En makelaars van leegstand BV. Jaren aan ervaring in verwaarlozing, verjunking. Het doelbewust onbewoonbaar maken van de portfolio. Eigen Haard, de paria van uw belastingcentrum, de koevoet van uw onbenul, de blanco cheque voor een op voorhand mislukte verjupping. Eigen Haard, eigenlijk zijn we er allemaal schuldig aan dat ze bestaat, cashend van het socialistisch kapitalisme der jaren 90, die niet meer terug te draaien efficiëntieslag. Het kan me wat. Zonder een sociaal-democraat op de bres is alles echter. De deur van het geluk slaat naar binnen, slaat naar buiten open. Aankloppen is zinloos. Het is feesten om wat er gaat komen. Dank je. Mooi.